De fontein bij het Valjansplein moet trekpleister worden. Districtscommissaris Ricardo Bolla zegt aan onze nieuwsdienst dat de samenleving binnenkort zal kunnen genieten van een makeover die de fontein en de nabije omgeving ondergaat. Inderdaad, Paramaribo Centrum, we zijn in het resort Centrum, is in beweging. De regering, maar niet alleen de regering, ook een PPP-verband, zien we dat. U heeft een voorbeeld opgenoemd. Het fontein, zoals we die kennen bij het Valjansplein, was jaren in deplorabele staat. U weet, u kent de beelden nog, ik hoef daar niet op terug te kijken. De burgervader zegt verder dat het initiatief om de fontein en omgeving volledig op te knappen komt van een groot ondernemer die investeringen heeft gepleegd in de omgeving. We krijgen een compleet nieuwe fontein dat met een waterorgel, met lichtshow enzovoorts daar neergezet zal worden. We zien ook een stukje landscaping. Er komen zitplaatsen, er komt een begroeiing, beplanting, maar ook komt er security, want dat is heel belangrijk. De nazorg is belangrijk, toch? We zijn in staat in Suriname mooie dingen te doen, maar vaak als het gaat om onderhoud, want dat is behoud, dan laten we het vaak liggen. Deze Bolla zal erop toezien dat het gebied door de staat in de gaten gehouden wordt. De omgeving moet onderhouden worden op lang termijn, aldus de DC.